gaan de smartwatch gaan we inzetten vanaf september. De smartwatch is een telefoon die we kunnen gebruiken voor de bewoners. Bewoners kunnen deze dragen als een gewoon horloge. Maar we kunnen door middel van dit horloge bewoners precies hervinden. Als een bewoner lange tijd op één plek is, kan ik dit op afstand zien. En dan kan ik bepalen, zoek ik de bewoner, ga ik naar de bewoner toe of laat ik hem waar hij is. Kijk eens. Zo is goed. Ja. En dan hebben we hier een menu. Ja. Dit is de GPS. Dus op het moment dat u dan aan de wandel bent, dan kan ik door middel van deze kan ik precies zien waar u bent. Ja. Ja, maar dat vind ik duidelijk hoor. Ja, hè? Ja, ja. Deze smartwatch kunnen wij straks als personeel ook gaan gebruiken. De smartwatch, dan heb ik hier de noodknop waar ik dan op kan drukken. En op deze manier komt er alarm bij mijn collega's terecht. En die zien dus precies waar ik op dat moment mij bevind. En zijn dus ook snel bij mij. Het gaat nu door middel van de smartphone. Ja, soms heb je kleding aan zonder zakken, dus de telefoon heb je dan niet binnen handbereik. En je moet soms wel eens 5 keer drukken voordat het alarm overgaat. Mijn collega's zien dan wel welk toestelnummer de nood heeft gedrukt, maar niet waar ik mij bevind op dat moment. En de smartwatch draag je altijd bij je, dus een stuk veiliger.